Roda Raalte. Voorbeschouwingen. Samenvattingen. Mooie momenten. Actie. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti. Computers en elektronica. Ja, en dan staan we vanavond op het Roda Complex voor de wedstrijd Roda Raalte VV Heino. Ja, en wie zal de wedstrijd gaan winnen? Ja, dat is heel spannend, want vorig jaar heeft Roda Raalte natuurlijk in Heino de punten meegenomen met een eindstand van 1-4. Heino laat het uiteraard niet op zich zitten en die zullen vanavond de punten mee naar Heino willen nemen. Het veld is inmiddels weer sneeuwvrij. Het was even spannend of we deze wedstrijd wel konden gaan spelen, maar door zoveel mensen is er aan gewerkt om het allemaal wel mogelijk te maken. Dankzij alle vrijwilligers, Roda Raalte, Heino, gaan we vanavond een hele mooie derby kijken. En wie de punten mee naar huis neemt, ja, dat zullen we pas weten na 90 minuten. Veel plezier. En dan de opstellingen, te beginnen bij de bezoekers VV Heino. In het doel Tom Vastenavond. Onder nummer 2 Jeroen Bos. Paul van Dijk onder nummer 4. Kevin Roddenhoff onder nummer 5. En Tjerre Koopman onder nummer 7. Onder nummer 8 aanvoerder Rick Keizer. Onder nummer 10 Bram Eikelkamp. Nummer 11 Jesper Schokker. Nummer 14 Robin Gerritsen. Nummer 15 Remco Beumer. En nummer 16 Jasper Smeenk. En dan de opstelling van de thuisploeg Roda Raalte dus. In het doel Jens Valkrecht, veldwachter. Achterin Lennart Krijger, Fabian Put, Koen van Heun en Jeroen Jansen. Jesper Harmens onder nummer 6 is de aanvoerder. Onder nummer 7 Oguzhan Sahin. Onder nummer 8 Dirk-Jan Kleivelderman. Onder nummer 9 Aaron Wieringa. Onder nummer 10 Lars van Schoten. En onder nummer 11 de topscorer aan de kant van Roda Raalte, Edilson José Coelho. De wedstrijd vanavond staat onder leiding van scheidsrechter Van Zuuk uit Deventer. En de beelden zijn prachtig natuurlijk. Heel veel groen vuurwerk, ongetwijfeld uit Heino. En dat betekent dat waarschijnlijk het even wachten is in van deze wedstrijd. Want het is natuurlijk wel handig als de spelers elkaar in ieder geval kunnen zien. Heel veel sfeer hier rond het veld. Heel veel toeschouwers ook die op toch een koude avond op deze wedstrijd zijn afgekomen. Bij de doelverdedigers klaar. Assistenten klaar. En de wedstrijd kan beginnen. Eerst een lange trap naar voren toe richting de voorwaartse van Heino. Goeie vrije trap. Goeie kans ook voor Koen van Heun. Maar raakt de bal dan verkeerd. Dan wordt een indraaiende hoekschop. Goeie hoekschop. Maar geen problemen voor Jens Veldwachter. Kan die bal rustig over laten gaan. Er moet er wat snelheid in die aanval komen. Die komt er ook. Last van Schoten. Goeie poging. De man die ook in de uitwedstrijd tegen VV Heino scoorde. Is het doorkoppen. De overname van Sahin. Is het aardig geprobeerd, maar goed verdedigd door Heino. Die kunnen nu misschien via de kant er snel uit. Aan de rechterkant, Tjerre Koopman. Moet die voorzet goed zijn. Dat is die ook. Ja hoor, 0 tegen 1. Doelpunt te maken, Jesper Schokker. Prima uitgevoerde counter van VV Heino. En zo leidt VV Heino met 0 tegen 1. Dankzij dat doelpunt van Jesper Schokker. Prima voorzet van Tjerre Koopman. Die bal laten lopen door Robin Gerritsen. En Jesper Schokker dus het eindstation. En Jens Veldwachter kansloos. Hetzelfde recept weer. De verdedigers, de lange verdedigers naar voren toe. Alleen dan komt die bal laag aan. Is dit nog een gevaarlijke situatie? En weer de snelle overname. Jasper Smeen naar de rechterkant. Naar Tjerre Koopman. Die al eens eerder heel gevaarlijk was met de voorzet. Deze is te scherp. Kan goed gepakt worden door Jens Veldwachter.
En eindelijk een beetje vuur in deze derby. Dat betekent een gele kaart. Er zal ongetwijfeld wegens protesteren zijn. Gele kaart is van Remco Beumen van VW Heijnhoofd. Wieringa, maar die gaat dan weer terug. En dan wordt de bal van richting veranderd. En zo is het 1 tegen 1. Afstandsschot van Sahin wordt van richting veranderd. En zo staat het heel vertuidelijk voor Roderaalte 1 tegen 1. Stand dus weer in evenwicht. Geen groene wolken deze keer, maar wel rood begaafd vuurwerk. Aan de kant van de Roderaalte supporters. Die eindelijk iets hebben om voor te juichen. 1-1 dus. Na zo'n 39 minuten voetbal. Het doelpunt dat echt uit de lucht komt vallen. Wanhoopschot dat dan van richting wordt veranderd. En zo wordt gepromoveerd tot een doelpunt. Zo speelt Roderaalte na die 1-1 de bal even rustig rond. Houdt de bal even in de ploeg. Nu de bal richting Coelho. Neemt die bal handig mee. Net iets te ver voor zich uit. Goeie ingreep ook van doelman Vastenavel. Jansen. Nou, Coelho, maar die loopt buiten spel. En dan vindt zij zetten verzoek het genoeg. Rust. In Rusland wordt bepaald op 1 tegen 1. Doelpuntenmakers Jesper Schokker namens VV Heino. En Sahin namens Roderaalte. Ja, hier, wat een tamme wedstrijd, of niet? Nou ja, ik vond dat Heino wel goed begon. In tegenstelling dan de wedstrijd in Heino. Dat ze veel pressie vooruit uitzetten. Daar had Roda denk ik heel veel moeite mee. Roda speelt naar mijn mening een veel te laag tempo onder de bal. Met name de twee centrale mensen in ieder geval. En eigenlijk toen ze voorkwamen, op 1-0 kwamen, ja, toen zakten ze eigenlijk terug. En nou, ik was er eigenlijk al wel een beetje bang voor wat er zat gebeuren. En eigenlijk gebeurt dat eigenlijk ook. Hè. Een beetje een vrij trapje, een beetje terugwandelen en tegen de 16 aan. En dan krijg je een beetje zo'n klutskooltje tegen. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Het is nog wel een beetje aftasten van beide kanten. Ja, Peter, vind jij dat ook? Want ja, jij bent natuurlijk Roda-trainer geweest. Vind jij ook dat ze een beetje tam spelen? Of zeg je van, nou ja, goed, het is 1-1, mogen ze blij mee zijn? Roda-trainer en Heino-trainer geweest, hè? Allebei. Maar ik vond inderdaad, ik ben met Mark eens, Heino begon lekker fris. Veel anders dan de thuiswedstrijd, die heb ik ook gezien. En daardoor dwongen ze wel het initiatief af, zeg maar. Ze trokken de wedstrijd naar zich toe, duels wat feller. Ze kwamen op voorsprong, dus toen konden ze lekker wat achterover gaan leunen. Met hun snelle spitsen is dat echt gevaarlijk. Ja, en Roda heeft het tempo inderdaad wat te laag. Dit moet gewoon opgeschroefd worden. Wel heel veel in balbezit, maar te weinig diepte vind ik. Dus ja, ik zou persoonlijk als Arno zeggen wat hoger opspelen. En nou ja, ik verwacht een ander Roda. Ik hoorde net Frank Tempelman al coachen onder de bal ook strakke spelen. En ik denk dat Roda veel sneller over moet slaan. Je zag een paar keer vanuit de rechter middenveld, ik ben even zijn naam kwijt. Komt van Helios af volgens mij. Die moet overslaan, een paar keer gelijk naar de linkerkant. En dan kan Roda gevaarlijk worden. Maar we inmiddels weer klaarstaan voor de tweede helft. Zo te zien geen wissels bij beide ploegen. Zo beginnen we die tweede helft met de eindstand van de eerste helft uiteraard. Met de stand 1 tegen 1. Doelpuntenmakers Jesper Schokker namens Heino en Sahin. Met dat van richting veranderde schot namens Roderaalte. Heino heeft een schot in de bal tegengekomen. Met nummer 6 Ruben Meijer. En nummer 17 Ruben Lennertsen. Met nummer 17 en nummer 2. En zo lijkt Roderaalte wat fanatieker die tweede helft in te gaan. Is de overtreding op Jesper Harmens. En wat rest is de vrije trap voor Roderaalte. En dan gaat Lars van Schoten zich mee belasten. Eens kijken of hij dat in één keer gaat proberen. Dat doet hij. Ruim naast en over het doel van Tom Vastenavond.
Gevaarlijk houden van Heino, de overname van Rode Raalte. Zo is er wat ruimte voor Sahin. Moet nu dat steekpaasje komen, dat komt net iets te laat en zo is het buitenspel. Van Edilson José Coelho. Steekpaas had iets eerder moeten komen, dan was het misschien nog gevaarlijk geworden. En zo roeren de fans van Heino, van Rode Raalte zich met het zingen van het clublied. En is het aan de kant van Heino, de supporters in elk geval, behoorlijk stil. Rode Raalte. Met de overtreding. Gezien. En gefloten door scheidsrechter Van Zuuk. Komt die vrije trap. In één keer. Maar die misrichting, hoog over het doel van Tom Vastenavond. Goeie paas van Rick Keizer op de rechterkant. Jesper Schokker. Een goede paas en is die voortzetting niet goed. Jammer, dat was een mogelijkheid voor de bezoekers. Wat uit te richten voor het doel van Jens Veldwachter. En je wist er ook meteen weer wat kabaal van de supporters van de voetbalvereniging Heino. Die zich al een hele tijd stilhouden, maar nu ineens weer kabaal beginnen te maken. Ja, het is inderdaad Ronald Gomez. Twee keer doeltreffend in de uitwedstrijd tegen Heino. Misschien kan hij tijd dan keren. Goeie ingreep van Tom Vastegoed. Op een goede hoekschop, een scherpe hoekschop. Probeer het in één keer. Nee. Oei, gaat die bal net voorlangs. Goeie vrije trap. Maar uiteindelijk niet tot doelpunt gepromoveerd. Bal onderschept Dirk-Jan Kleivelderman. Sahin. Een goede rush. Die voorzet komen. Die komt dan niet. Maar wel Tom Vastenavond. Die toch nog even de vuisten moet strekken. Om die bal uit de kruising te halen. Hoekschop nummer 4 van de tweede helft voor Rode Raalte. Goed verdedigd namens Heino. Oeh. Dit is een behoorlijke overtreding. Wel een hele nuttige overtreding. En uiteraard de gele kaart en de verontschuldigingen. Jesper Harmens. Is dit misschien een veelbelovende aanval? Oh! Poging van Lennart Krijver, maar die mist het doel. Goeie snelle aanval van Rode Raalte. Maar niet beloond met het doelpunt. Jawel, joh. Oei! Loopt uiteindelijk goed af voor Heino, maar het zag er heel gevaarlijk uit. Oeh, het ziet er gevaarlijk uit. Oei! Gomez hoog over. Goeie aanval van Rode Raalte. Nauwste ruimte voor Rode Raalte. Coelho, vanaf de zijkant. Laat zich veel te makkelijk van de bal zetten. Hij krijgt dan een vrije trap mee, dat lijkt me niet helemaal terecht. Op een hele mooie plek, randje 16 meter. Iets links van het midden. Last van Schoten. Gaat hij dan een vonnis vellen over Heino? Minuut voor het einde van de wedstrijd. Van de officiële speeltijd. Goeie redding hoor. Goeie vrije trap. Een uitstekende redding van Tom Vastenavond. Hoekschop nummer 5 van de tweede helft. Voor Rode Raalte. Fabian Put.
Jesper Harmens. Oh, wat is... Dus die bal net... Dan scoort hij wel. Maar is die bal achter geweest, denk ik. Ja, die bal is zeker achter geweest. Doeltrap voor Heidel. Zij zetten van Zuur, kijk nog even op zijn horloge, maar laat nog steeds voetballen. En dan wordt het toch nog even gevaarlijk. Gaat er nog. Hoi! Dan kwam Coelho net niet bij de bal. En dan is het nu afgelopen, zegt scheidsrechter van Zuuk uit Deventer. En zo spelen Roda Raalte en VV Heino met 1-1 tegen elkaar gelijk. Het werd in de eerste helft 0-1 na een wisscherpe counter via Jesper Schokker. En een van richting veranderd schot van Sahin betekent de 1-1. En dat is ook meteen de uitslag in deze toch wat teleurstellende wedstrijd. We staan hier bij de aanvoerders van Heino en Roda Raalte. De wedstrijd is geëindigd in 1-1. Ik begin bij de aanvoerder van Heino. Tevreden met de 1-1? Ja, ik denk gezien het spelbeeld waar je gespeeld hebben. Fases druk, fases geen druk. Dat wij zoals spel de prik zou uit kunnen delen. Weinig kansen hebben kunnen creëren helaas. Maar ook geen grote kansen weggegeven. Misschien de wedstrijd vorig jaar. Dan denk ik dat wij goede stappen hebben gemaakt. Dat daar af en toe gatenkaas achterin was. En nu... was dus alles goed dicht en konden we meer een wedstrijd van maken, denk ik. En ik ben tevreden met het punt. En hoe is het dan om als oud Roda speler nu in het tenue van Heino op het Rodaveld weer te staan? Ja, wel leuk. Wel, natuurlijk, je verwacht wat van wat sfeer. En ik hoorde al dat er een spandoekje kwam. Dus dat is wel grappig. En je hebt natuurlijk hier 8 jaar als trainer gelopen en als speler gespeeld. Dus het is altijd leuk om terug te komen bij een oude club. En ik werd warm ontvangen. Dus dat is hartstikke fijn. Dus bedankt namens mij richting de sporters voor ontvangst. En de sfeer om de wedstrijd heen natuurlijk, inderdaad tijdens de wedstrijd was er heel veel sfeer, maar was er ook, merkte je binnen de groep dat er veel, dat de jongens gespannender waren, dat ze extra gemotiveerd waren om deze wedstrijd in te gaan? Nee, dat was anders dan de vorige wedstrijd. De vorige wedstrijd had je misschien een iets langere aanloop, daar praatte je wat meer erover. En nu was het eigenlijk in de laatste anderhalf week ging het wat meer over Roda. Er werd super goed getraind deze week vergeleken met eigenlijk de vorige die wedstrijd. Zeg maar, denk ik, dus op zich qua spanning of zo was het niet heel veel anders dan denk ik dat wij daar ook een stap in hebben gezet vergeleken met de andere wedstrijd. Dus met een positief gevoel weer op naar volgende week? Ja, absoluut. Ik denk dat wij gewoon een goede wedstrijd tegen de kop loopt. In mijn ogen de beste ploeg van de competitie hebben gespeeld en een puntje hebben gepakt. Dus wij zijn tevreden. De beste ploeg van de competitie, maar toch een 1-1 tegen Heino. Ben jij tevreden? Nou ja, goed dat je naar de stand kijkt in principe niet. En goed, ik denk dat de hele wedstrijd wel een bepaalde controle hadden. Heino die deelde wel wat spelde prikjes uit. En goed, ze scoren denk ik uit de kwaliteit van hun in de omschakeling. Dat ze de bal bij ons ze weer een beetje geluk in de goal schieten. Maar goed, aan de andere kant wij ook met geluk. Maar weet je, ik denk dat het wel zonde is dat wij nu niet winnen. Maar goed, als je naar het spel kijkt, wij hebben ook niet veel gecreëerd. We hebben wel veel de bal gehad. Dus door is denk ik wel steeds verder terug. Goed, ik denk dat het een mooie strijd was die misschien ook geen winnaar verdiende. Ik had wel gehoopt te winnen, maar goed, weet je, dat we de komende wedstrijden dan maar kijken of we die punten kunnen pakken. Maar is de hele tweede periode nog ongeslagen, klopt dat? Ja, voor zover ik weet wel, ja. 3 wedstrijden gewonnen en 3 gelijk was het, dacht ik te menen. Ja, zo kunnen. Volgens mij zijn we nu op 12 punten, dus dat zou inderdaad wel kunnen. Goed, we hadden vandaag gehoopt op, we hebben nu 3 wedstrijden achter elkaar gewonnen, of hiervoor. Er stond 9 punten, we wilden vandaag eigenlijk 4-12. Maar goed, ik denk dat dit vandaag het hoogst haalbare was. En, goed, ik denk dat we op zich wel eens al een mooie strijd van hebben gemaakt. De strijd op de tribune ook mooi gestreden. Dus ik denk dat het een heerlijk voetbaltje was. En uit de sfeer, ik vroeg het net al eventjes aan de aanvoerder van Heino aan jou. Hoe met jullie het naar de wedstrijd toe? Was er een extra spanning? Waren jullie extra gemotiveerd?
Nou ja, goed, weet je wat Rick denk ook terecht zegt? Het was een andere aanloop, hè? Weet je, we zijn net weer aan het trainen. Er zijn de laatste dagen er echt over gegaan. En daarvoor hebben we het eigenlijk van wedstrijd tot wedstrijd gekeken. Hè? De oefenwedstrijden, die hebben we gewoon ook serieus benaderd. En daarna is het pas deze week het vizier op Heino gegaan. Ja, goed, we wisten dat ze stappen hadden gemaakt, hè? Dat ze fit waren. Maar ja, goed, weet je, dat is alleen maar mooi. En dan zie je dat je een mooie strijd krijgt. Hey, nee. Hartelijk dank wel en succes verder. Goed. Ja, bedankt. Roda Raalte TV wordt mede mogelijk gemaakt door Azerti, computers en elektronica.